daarvan kwamen in het Diekmanstadion naar voren. Dordrecht heeft 2 wedstrijden gewonnen in deze competitie. In uitwedstrijden ging dat tegen Fortuna en Roda. En je moet er ook bij weten dat de thuiswedstrijd, dus toen Dordt tegen Twente speelde, op 0-0 eindigde. Mogen die elkaar niet zo, zou Frans en Rusvogel zeggen. Hier zijn de opstellingen van beide elftallen. Hier is Twente. Wat is daarover te zeggen? Twente speelt niet erbij met Karnebeek. Wilfried Elzinga is in zijn plaats neergezet met nummer 4. En Gaasbeek, en hij staat onder nummer 7, speelt in de plaats van Hoogma. Dan gaan we naar het veelgeplaagde Dordt, de degradatieploeg zoals men altijd zegt. Joop Hiele is erbij, hij is weer vrij van zijn schouderblessure, de jongens is op de bank. En let op Barendsen met nummer 9, hij is er weer bij. Frank Snoeks is voor ons bij de wedstrijd tussen Twente en Dordt. Arts, overtreding van Langhaak. Jan van Halst, goede bal. Gaasbeek, houdt hij hem in. Dat wel, doet hij knap op zich. Dan schrikt Admo Di Coro en valt. Polly, Hiele, heeft hij een voor de lijn? Ja, hij heeft een voor de lijn. Polly dacht er anders over. Het goede werk van Gaasbeek. De vrije val van Admo Di Coro en dan Prins Polly met een geplaatste kopbal. En Hiele met een reflex en gegrabbel, maar op de doellijn. Langraak. Moest even wachten totdat Simons terugkeerde uit buitenspelpositie. Wouden, Barendsen. Over naar Zwijnenberg. Hier is Vurens. Zwijnenberg. Polly. Ontbreekt de tackle. Maar krijgt niettemin een vrije trap. En de blessure is dan niet voor Polly. Maar voor de man die de overtreding beging, Wilsterman. Hier nog een keer die actie van Wilsterman, die met gestrekt been inkomt. Polly raakt hem dan, onbewust, met de hand in het gezicht. Wilsterman oogt tamelijk groggy. Hij heeft niet alleen last aan het rechterbeen, maar ook een bloedneus. Er is een brancard voor nodig om Wilsterman naar de kleedkamer te brengen. Polly. Niets aan de hand. Correcte tackle op de bal van Liezen. Elsie gaat opnieuw. Opent aan de linkerkant. Dat is goed. Vurens. Dan moet ik eens een man voorbij. Arts. Vurens. 1-0. Nee, buitenspel. Vurens zet aan voor de 1-2. En dan zal Polly daar buiten spel gestaan hebben, dat zou kunnen. Of Polly beging buiten beeld een overtreding, dat kan ook. Een half uur verstreken sinds de aftrap. Kool gooit ver. Pauze moet verlengen, komt er niet aan toe. Zwijnenberg. Buitom! Buitom mooi! Gaasbeek. Al van richting veranderd. Pauze. Kopbal liefde, dus was de duik van Hiele niet meer nodig. Drukte voor het doel van Joop Hiele. Gaasbeek. Speel! Goed lijn! Kopbal Robbermond. Buitom! Arts. Gaasbeek opnieuw. Paus. Priegel, Priegel, Gaasbeek. Hiele op het verkeerde been en dan is het 1-0. Merkwaardig doelpunt. Gaasbeek zet de aanval zelf op. Dat lijkt dan te verzanden in eindeloos gebrei. Maar Gaasbeek krijgt de bal merkwaardig terug. En dan wordt hij van richting veranderd door Liefden. En dan is de duikeling van Hiele te vergeefs. 32e minuut, 1-0 Twente door Gaasbeek. Polly, goed verdedigd door Liefden. Polly is niet zomaar verslagen, die vecht terug. Tackle van Liefde. Op het moment dat Polly hem voorbij was, kwam de late tackle van Liefde. En dat leidt tot een gele kaart.
43 minuten gespeeld. En ik kan me niet voorstellen dat een van de 22 spelers hier al moe is. Goal gooit in. Dordrecht schokt over het veld. Twente huppelt mee in hetzelfde tempo. En de verdediger Zwijnenberg was dat nu zo zat dat hij het een keer van afstand probeerde. Maar dat is niet zijn sterkste kwaliteit, zoals bleek. Maar het zonnetje is genoegelijk. Hiele heeft geen haast. Zit het allemaal wel best. Die hunkert naar een nieuwe club. Simons. Zomaar enig gevaar misschien nu. Wouden. Ja! Hoe is het mogelijk? Ook een pluim voor die Wouden. Dat hij er dan nu weer staat. Want hij staat voortdurend tegen een overmacht. In zijn eentje komt in het stuk nauwelijks voor. Omdat de bal er gewoon niet komt. En nu was Simons handig voorbij. Kool langs de kant. En sprint Wouden hier. Heel alert. Komt hij voor zijn man. Voor Elsinga. En prikt de bal langs de koning. Het is nog een mooie goal ook. 1-1. Wouden. Zeer actief nu. Hij is clubtopscorer geworden zojuist met die vierde treffer. En hier komt Simons, Hens van de Koning. Dus zou daar een rode kaart moeten volgen. En de koning beseft dat. Ja. In een paar minuten tijd laat Dordrecht zich twee keer zien. Het is geen offside. Simons prikt de bal langs de koning. Die maakt dan Hens. Natuurlijk in een reflex. Maar de regels geven Luinge volstrekt gelijk. Er is niets aan te merken op die rode kaart. Hoe spijtig dat voor de koning ook is. Oscar inmiddels dus tussen de palen. Hij heeft de plaats ingenomen van Mols, de spits die voor hem aan de kant is gegaan. 10 van Twente tegen 11 van Dordrecht. Van Wattem, dat is een afleidingsmanoeuvre. Barendse, wel hard, maar net te hoog. Polly. Gaasbeek. De bal gegleden door Admodicoro. Wouden. Robbenmond. Missertje van Verhalst. Barendsen. Simons hemel op rechts. Barendsen zelf. Nou! Die mag je inlijsten, Peter Barendsen. Hij gedraagt zich misschien niet altijd op het voetbalveld zoals het hoort. Maar voetballen kan hij wel. Je moet maar op het idee komen. En zo staat het 2-1. En heeft Bosker nog steeds geen bal geraakt. Mooie goal, Peter Barendsen. Polly, arts. Doe mee, Jan! Er is niets zo moeilijk in het voetbal als wanneer je met de verkeerde instelling aan de wedstrijd bent begonnen, dat nog recht te zetten. Paus ondervond dat hier weer eens. Hier is Wouden. Simons. Simons via Paus en uiteindelijk Kool op de doellijn. Wordt Twente een 3-1 achterstand bespaard. Furens. Dan heeft de actie weer actie, dat knullig balverlies. Simons. Simons is een tikkeltje snel. En Paus vergrijpt zich aan Simons en zal geel gaan krijgen. Vijf man in de muur. Achter de bal Peter Barendsen. En ook Van Wattem is daar. Die leidt de boel af. Barendsen. Langerak. Daar is Van Wattem. Ja! Het is 3-1 door de beste man van Dordrecht. Na de kopbal eerst van Slagboom is het namelijk Simons die afrondt. Voorzet van Wattem. Desorganisatie achterin bij Twente. Slagboom met de kopbal en op randje buitenspel Jerry Simons die Bosker verschalkt. En zo is niet Hiele de schietschijf, maar Bosker. Gaasbeek. Verhalst. Arts. Papas. Goed inviel vorige week tegen Utrecht. En toen Twente verrassend aan beide punten hield. Door Polly in stelling te brengen. Goed, de oprispingen van paalplaatsen heeft Twente opnieuw nodig. Zwijnenberg. Daar is 3-2 door Furens. Tweede goede momentpas van de ex-Spartaan. Maar wel een doeltreffende.
Dordrecht heeft zich even laten verleiden tot wat aanvallend spel. Heeft de boel achterin nog niet goed georganiseerd. En daarvan profiteert hier Vurens. Die van dichtbij hielen verscharkt. Twente valt wel onstuimig aan in het slot van de wedstrijd, maar nog steeds met weinig overleg. Dus blijft Dordrecht 90 betrekkelijk eenvoudig op de been met die 3-2 voorsprong. Geen fluitsignaal van Luijngen, dus Vurens kan door. Paalplaats, vrij op links, slechte voorzet. Corner. En niet meer dan dat. Nieuwe corner. Arts, weggekopt van de Merwe. Want al die corners van Twente, 13 in totaal, hebben nog steeds niets opgeleverd. Nu uit de rebound, daarvan bijna Polly. Maar die wist waarschijnlijk niet hoe goed hij ervoor stond. Arts brengt er alweer voor. Met de linker, die draait in. En Polly staat daar ideaal om de 3-3 langs hielen te werken. Maar besefte dat zelf waarschijnlijk niet.